de campagne van het oproepen tot stemmen. Is dat jouw stem? Ja, de 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Nou. Vandaag ben ik met de stembus op en rondom Schiphol. De luchthaven was altijd een handige plek om te stemmen. Maar ja, door corona kan dat dit keer niet. Ik ga op zoek waar we wel kunnen stemmen. De horeca rondom Schiphol is dubbel getroffen. Niet alleen door corona, maar ook de reizigers blijven weg. En gek genoeg mag dit restaurant wel open als stemlocatie. Sta je dan in een leeg café-restaurant? Mag ik eigenlijk wel legaal een koffie bij je bestellen? Volgens mij mag het niet, maar we gaan het wel doen hoor. Doe mij maar een koffie. Zeg, we kennen jou vooral van stunts hè, in grote films als Ocean's Eleven en Zwart Boek. Hoe ben je hier terechtgekomen? Het is een familieding. Mijn vader heeft vroeger al horeca en stunts samen gedaan. Omdat je in die tijd, toen dat begon, kon je er niet van leven, van alleen maar film. Maar dat heb ik eigenlijk voortgezet. Dus horeca heeft er eigenlijk altijd een beetje bij gezeten. Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Saai. Vooral saai en duur. Maar goed, dat het allemaal wat minder leuk is, dat heb ik niet alleen. We moeten daar even doorheen met z'n allen. Oh, wat prachtig. Je hebt echt nostalgische foto's nog van de luchtvaart. Ja, oude Fokker KLM. Zit natuurlijk allemaal vlakbij. Dat is er. Vinden mensen ook leuk. Omdat er veel mensen van het vliegveld hier vroeger kwamen. Vonden we het een goede insteek om dit er weer neer te hangen. Ja, nou wordt dit een stembureau. Je bent een jaar niet open geweest. Maar dan moeten ze hier wel stemmen voor de politiek. Ik vind het prima, want ik heb het net verbouwd. Dus iedereen kan Wink even zien. Oh, je ziet het ook een beetje als een soort open huis. Ja, ja. En misschien mag ik hier zelf ook wel stemmen. Dan hoef ik niet in mijn eigen dorp in de rij te gaan staan. Nienke? Hi! Hey, ben je voor je reisprogramma op pad hier? Ik ben nu eigenlijk gewoon aan het overstappen. Ja, nee, want er wordt heel weinig gereisd nu natuurlijk. Nou, er mag ook niet meer gestemd worden op Schiphol. Nee. Weet jij al waar je gaat stemmen? Nee, want ik woon in Amsterdam-Oost, maar ik had me opgegeven om te gaan werken op een stembureau. Nou was dat al vol in Amsterdam, dus ik sta nu reserve. Dus het zou kunnen dat ik dan gebeld word van kan je komen helpen op dan stembureau en dan ga ik denk ik daar stemmen. En weet je al op wie je gaat stemmen? Ik weet ook eigenlijk niet wat ik mag zeggen, want ik doe de campagne van het oproepen tot stemmen. Is dat jouw stem? Ja, de 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Nou, je kent het wel van de radio. En volgens mij is dat dan de bedoeling dat ik dan niet nu ga uitspreken wat ik ga stemmen. Nou, succes met je keuzes. Waar en op wie je gaat stemmen? Ja, en ik ga sowieso stemmen, dat zeker. Welke van deze twee lijsttrekkers krijgt van jou het hoogste rapportcijfer? Ja, ik ben meer voor mevrouw Kaag of zo, maar dan gaat het in dit geval deze dan. Nou, dan ga ik toch echt wel voor Jesse Klaver. Ik denk dan Jesse Klaver. Hij is nog jong, dus doe maar een zeventje. Ik had gelezen dat hij 10.000 euro wou geven aan beginnende studenten of iets. Dat vond ik wel mooi klinken. Ik had goed begrijp, doet hij ook wel met klimaat wat? Zo. Ik ben zelf niet zo heel van het klimaat en zo. Dat vind ik allemaal een beetje bullshit. Dus ik zou zeggen een 7. Voor zover ik ken, weet ik hij toch wel wat meer opkomt voor buitenlanders. Aangezien waar, plus die ook dat ik buitenlands ben. En van de ChristenUnie weet ik niet zoveel. En persoonlijk heb ik ook geen geloof, dus zou niet zo snel voor de ChristenUnie kiezen. Ik vind het een beetje onzin om je te committeren aan een boek wat 2000 jaar geleden geschreven is, om je daar volledig in aan vast te houden. Dat vind ik een beetje onzin. Je moet een beetje zelf bedenken wat je vindt. Ik vind Jesse Klaver gewoon heel likeable en dat vind ik heel belangrijk in de politiek. Hey Doron, je bent er al. Onze luchtvaartverslaggever. Zin in koffie? Ja, graag. Wil jij deze even op tafel zetten daar? Nou, idyllisch plekje. Zo onder de rook van Schiphol. Ja, de Aalsmeerbaan daar, die is open. Jij kent Schiphol en omgeving op je duimpje. Welke zorgen leven je? Ik denk dat de verkiezingen dit jaar vooral gaan om de omvang van Schiphol. En dan niet de faciliteiten, de gebouwen, maar het aantal vluchten. Veel partijen die gaan voor een kleiner Schiphol. Schiphol met minder vliegbewegingen per jaar. En ja, sommige partijen die willen toch dat Schiphol, zoals de plannen al eigenlijk zijn uitgestippeld in het vorige kabinet, blijft groeien. En wat zal dit thema voor gevolgen hebben voor het stemgedrag?
Nou, die verdeeldheid zie je heel erg in de lokale politiek. Hier in Haarlemmermeer met de VVD, de grootste partij, pro-luchtvaartpartij. En zie je ook dat veel mensen ja, die ook afhankelijk zijn van de luchtvaart voor een grote Schiphol zullen stemmen. Maar absoluut ook tegen. Maar hier verderop in Uithoorn en in Aalsmeer, dat zijn eigenlijk, nou ja, even overdreven gezegd, anti-Schiphol gemeenten geworden. Het zijn echt heel spannende verkiezingen als het gaat om Schiphol dit jaar. Absoluut. Nou, dankjewel voor je toelichting. De politiek doet er alles aan om de kloof met de burgers te dichten. Nou, de burgemeester van Haarlemmermeer die houdt zelfs een online talkshow. Het ziet er echt professioneel uit. Ja, nee, dit is ideaal voor in coronatijd natuurlijk. Op deze manier kunnen we uitzendingen maken en heb je toch een beetje contact met de burger. Ja, en nu dus voor de verkiezingen kunnen... Ja, hebben we een speciale verkiezingstalkshow. Leuk. Dus dat is hartstikke leuk, ja. Is er animo voor? Daar is zeker animo voor, ja. Er zijn natuurlijk heel veel vragen. Hè. Hoe kan ik stemmen? Is het wel veilig? Waar kan ik stemmen? Dat soort dingen. Nou ja, dat zijn toch dingen die mensen willen weten. En dat gaan we morgen zien. En waar zit de burgemeester? De burgemeester zit hier. Mag ik even op de plek? Ja, natuurlijk. Geweldig groot potlood. Ja. Nou, en hoe ziet de burgemeester de inwoners? Via Facebook zenden we uit. En de mensen kunnen dus via Facebook de reactiemogelijkheden kun je vragen stellen. En ook we hebben een apart WhatsApp-nummer. Dus op die manier kunnen ze vragen stellen. En die stel ik dan vervolgens weer aan de burgemeester. Waar is de burgemeester? Ja, die heeft een hele volle agenda natuurlijk. Zou jij mijn burgemeester willen zijn? Heel hartelijk welkom bij de talkshow over de verkiezingen. We hebben aan tafel de burgemeester. Burgemeester, welkom. Dank je. Het is een roerige tijd natuurlijk in deze coronatijden. We doen er alles aan om veilig te kunnen stemmen hier in de gemeente Haarlemmermeer. Is de stemstraat net zo lang open als het stembureau? Marianne. Ja, de stemstraat is gewoon een officieel stembureau. En dat wil zeggen dat de tijden hetzelfde zijn als bij een stembureau. Dat betekent dat je vanaf 7:30 terecht kan en dat die om 9:00 dicht gaat. Welke van deze twee lijsttrekkers krijgt van jou het hoogste rapportcijfer? Esther Ouwehand. Naar Wopke. Denk Esther. 8. 7,5. CDA voel ik niet zo. Ja, het zijn oorwormers en ik hou van panda's, dus... Slachthuizen, dat soort dingen. De beelden die je daarvan ziet zijn ook niet echt leuk om te zien. Hoe die beesten daar worden behandeld. Dus misschien dat ze daar wat kan tegen doen? Ik denk omdat het best wel de enige partij is die voor de dieren opstaat. Hij heeft wel iets wat ik denk van, oké, het is christendom, ik ben ook zelf christen. Dus ik neem aan dat hij kijkt voor het menselijke belang. Gaat het goed komen met het stemmen in de regio Haarlemmermeer? Nou, we hebben al superveel stunts gedaan in het leven, maar dit gaat niet een hele grote stunt worden. Dus dit gaat helemaal goed komen.